en ik zich verzamelen op de tennisbaan. En zorg dat je tussen je buurman en buurvrouw een klein beetje tussenruimte hebt. Ja, helemaal goed. En tijdens de warming-up en voorhand. Wie van deze groep zit er nog niet op tennis? Hoe heet jij? Jimmy, weet jij nog een andere slag naar de voorhand? Hij zit niet op tennis, maar hij kent de slagen wel, de backhand. Weet je wat? Dit is een echte wedstrijd, hè? En voorhand. En backhand. En voorhand. En nog een voorhand. En nog een voorhand. En nog een voorhand. En stekken. En stop. Nou is het nog een slag. En nou echt hard smash. Oké, nou we gaan het volgende noemen. Spelen een wedstrijd. Raymond komt hier in het midden te staan. Jullie spelen allemaal een wedstrijd tegen Raymond. En ik noem de slagen. Ik zeg voorhand en dan laat je je mooiste voorhand zien. Ik zeg backhand. En op een gegeven moment tel ik af. 5, 4 en backhand. En volley. En volley. En voorhand. Laat je bewegingen en backhand. En volley. En voorhand. Kom op, heb je. Korte bal, voorhand. Snel, snel, snel. Ja, voorhand. En terug, terug, terug. Allemaal terug. Ja, en backhand. Voorhand. Nog 10 seconden. Let op. Voorhand. En backhand. En volley. Nog 5 seconden. En nog een volley. Oh, je staat aan het net. Nog 3 seconden. Nog een volley. En er komt een hoge bal. Let op. Ik wil dat jullie allemaal voorbereiden. Wacht even. We allemaal voorbereiden op die smash. 3. En daarna juichen. En 2. Jullie scoren het winnende punt. 1. En smash. En juichen. Oh, ik denk dat ze er klaar voor zijn hoor. Ze hebben je nu al verslagen. Oké, jongens en meisjes, let op.